uit Limburg. Hij was gespecialiseerd in het maken van leren kleding en doet dat nog steeds. En hij is heel behoorlijk aan de weg aan het timmeren, want ja, hij is regelmatig te zien op de grootste lederbeurzen in Parijs. En hij is zo brutaal geweest om te schrijven naar Hillary Clinton, de nieuwe presidentsvrouw in Amerika, met het verzoek haar kleding te mogen ontwerpen. Hij heeft een brief teruggekregen dat, dat hij in het ontwerpersbestand is toegevoegd. Nou, wie weet waar het allemaal toe leidt. En vandaag een modeshow met zijn nieuwste kleding. Hier een zwarte leren jas, geshowd door Angelique, met een grote capuchon. Aan de voorkant wordt hij vastgemaakt door middel van musketons, oftewel een bajonetsluiting. Vervolgens een rood-zwart mantelpak, gedragen door Sandra. Vroeger zag je de sluiting van het colbert op schooltassen. De rok is gebaseerd op de cowgirl look. Het colbert kost 450 gulden, de rok 550 gulden. Dan Nico in een zwart-wit combinatie. In de schouderpartij is kalfshuid verwerkt. En de pantalon is gemaakt van kalfsleer en kalfsuède. De naden zijn met wit garen overgestikt. Dan Margriet in een A-lijn jas, een model uit de jaren 60. Zwarte voorpanden in het midden, die zorgen voor een wat rustig gedeelte vergeleken bij de drukke voering en de drukke voorkant. Onder de jas een strakke rok en aan de rechterzijkant van de rok een plissé-stuk. Om nog even terug te komen op de jas, die kost ongeveer 1000 gulden. Dan Sandra in een bruine jas met speciale zakken. Moet je maar even goed kijken. Dat heet gepaspeleerd, zoals die zakken gemaakt zijn. En als we nog even kijken naar de kraag, dan kan ik daarover vertellen dat die als sjaalkraag gebruikt kan worden, maar ook tegen de hals kan worden gedragen. Dan gaan we kijken naar Angelique in een wijde zwarte lange rok met plooien, met vier enorme splitten. Het topje dat ze draagt, dat bestaat uit stroken glad kalfsleer met zebramotief. En dan een blouson combinatie gedragen door Cliff. En dat is de ontwerper zelf, van bruin printleer met pythonpartijen. Maar even voor alle goede orde, het is nepleer. En ook hier weer een musketonsluiting ter vervanging van de knopen in de band. En de springplooi in het rugband komt terug in de mouwen. Dan een lange zeeblauwe avondjurk van kalfsleer, geshowd door Paula. En dan een sweatshirt gedragen door Nico met een slakkenhuismotief. Gemaakt van zwart kalfsleer met okergeel ripleer. En in zijn zwarte broek komt dat okergele ripleer in de zijnaad weer terug. En dan het laatste model van deze flitsende show. Margriet, gekleed in een lange zwart-gele avondjurk van hetzelfde materiaal als het sweatshirt dat u net zag. Een opvallend sleepje aan de achterkant. Voor deze feestelijke avondjurk betaalt u 1800 gulden. Mode die het hele jaar door te dragen is, lijkt me. Ook tijdloos is. Bedankt voor deze show. En ik heb jou absoluut nog nooit in leer gezien. Nee, ik heb ooit wel eens leer.